Mitchell, wat voor de dagen heb jij achter de rug? Spannende dagen, maar zeker leuke dagen, ja. Op welke manier spannend? Nou ja, kijk, als je hoort dat er interesse is vanuit Twente en je bent ermee bezig, dan komt het steeds dichterbij. Dus dat is wel spannend. Alleen nu ben ik er, dus ben super blij. Hoe stond jij zelf, om in voetbaltermen te blijven, een beetje in de wedstrijd na 2 jaar in Frankrijk, waarbij het, ik hoorde het jou ook in een ander interview zeggen, niet helemaal van geworden is, misschien wat je op voorhand had gehoopt. Welke plannen gingen er door jouw hoofd van, ja, hoe moet het aankomende seizoen eruit komen te zien? Nou ja, kijk, wat ik ook eerder heb aangegeven is dat het simpelweg gewoon niet gelukt is in Frankrijk. En daar ga je naar oplossingen zoeken en dit past perfect, denk ik. En ik hoop hier gewoon belangrijk te kunnen zijn voor het team. En veel assists te geven voor Flappy. Nee. Ik liep vlak net achter ons langs, zeker? Staat er nog steeds. Nee, maar ik hoop gewoon belangrijk te zijn. Dat is voor mij goed. Nou ja, dan noem je zijn naam al, want het is niet alleen een weerziend voor jou met Jozef Oosting, maar ook met Michel Flap. Ja. Hoe kijk je terug op de tijd met hem in Friesland? Het was niet heel lang volgens mij. Maar... Nee, ja, we hebben een seizoen samen gespeeld en dat verliep eigenlijk supergoed. Veel goals samen gemaakt, dus dat voelt prima. Ja. Heb je dan op het moment dat die interesse al speelt ook al even contact met hem? En zo ja, hoe gaat dat eraan toe? Ja, ik heb wat jongens gesproken. Ricky heb ik gesproken, Sam heb ik veel gesproken. Flappy ook eventjes. Dus dat gaat over en weer en dat voelt gewoon goed. Ze gaven allemaal een positief oordeel van dat Twente een goede keuze is? Ja, zeker. Ja, ze zeiden dat de club goed was. Supporters zijn fanatiek, dus dat past wel. Dus daar ben ik super blij mee. Ja. Toch heel even kort nog terug op jouw periode bij Stade Rennes. Want je zegt, ja, het is dus niet helemaal geworden wat ik ervan had gehoopt. Waar zit hem... Dat vooral in. En in hoeverre zit daar ook een deel in dat je daar bij jezelf een beetje te raden gaat van hey, waarom is het niet gelukt? Ja, nou ja, simpel statistieken. Je komt daar met de bedoeling als rechtsbuiten. Nou, dat is eigenlijk niet gebeurd. Ik heb denk ik 2 wedstrijden op rechtsbuiten gespeeld. Ja, dan kom je niet lekker in je kracht. En natuurlijk heb ik zelf ook mindere dingen gedaan. Alleen het heeft gewoon met verschillende dingen te maken. Dus ja, ik kan er niet echt een vinger op leggen. Nu hoor je wel eens van jongens dat, ondanks dat het dan sportief niet helemaal uitpakt zoals ze hopen, dat het hen wel op andere manieren toch sterker maakt of iets brengt. In hoeverre is dat voor jou het geval? Je wordt natuurlijk wel volwassener als speler. Je wordt harder. Je leert ook met hardere keuzes omgaan. Dus ik heb wat dat betreft wel veel meegemaakt, veel mooie dingen meegemaakt. Dus dat zit allemaal wel in het rugzakje. Ja. En hardere keuzes, heb je daar voorbeelden van? Ja, nou ja, goed, kijk, je traint een hele week op rechtsbuiten en uiteindelijk vlak voor de wedstrijd sta je op linksback. Dus zulke dingen of je komt net kijken en je speelt net 2 wedstrijden en dan in 1 keer sta je bij 2e. Dus dat zijn wel harde keuzes zonder uitleg, ja. Vooral zonder uitleg, dat lijkt me heel lastig. Ja, nou ja, kijk, hier in Nederland ben je gewend dat je altijd wel uitleg krijgt. Alleen in het buitenland is het toch net wat anders. Kijk je op een lijstje, sta je er niet bij. En dan moet je te horen krijgen van je zit bij het tweede. En je kan niet vragen van wat is de reden, want dan heb je een klein probleempje, denk ik, in het buitenland. Ja. Dat leer je gauw genoeg? Ja, dat leer je wel, ja. Ja. Lange verblijf in Frankrijk was voor jou sowieso uitgesloten? Ja, kijk, ik ben nog jong en ik wil gewoon heel graag voetballen en mezelf kunnen laten zien. En... Kijk, buitenland is natuurlijk wel financieel altijd wat hoger. Alleen daar gaat het op deze leeftijd niet echt om, denk ik. En voor mij was het gewoon belangrijk om te voetballen. Een goed gevoel te hebben, gewaardeerd worden. En de eerste week is dat aardig gelukt, denk ik. Ja. Heb je meteen je minuten kunnen maken zondag, 1 minuut of 20? Hoe fit ben jij? Wat kun je aan? Ik had niet verwacht dat ik zo fit eruit zou komen eigenlijk. Maar ik ben wat dat betreft wel toch wel redelijk fit, ja. En hoe kijk je dan, het zijn maar 20 minuten, maar hoe kijk je dan toch terug op dat debuut? Ja, wel oké. Kijk, natuurlijk zijn er altijd dingen die je beter kunt doen. Ik heb eigenlijk 4 maanden geen wedstrijd gespeeld, dus was voor mij best wel even weer wennen. Alleen ik denk, als ik misschien wat betere keuzes had gemaakt, dat ik dan ook aandeel in de score had kunnen hebben. Alleen voor de rest was het prima, denk ik. Toch bijna een strafschop versierd. Ja, bijna. Nee, uiteindelijk heb ik teruggekeken, was een goede tackle volgens mij. Dus jammer. Misschien had ik wel net even een tikje moeten geven dat het dan wel een penalty was. Maar nee, gewoon een goed debuut gemaakt, denk ik. Is het voor jou dan wel lekker dat er nu even een interland weekend tussen zit?
Ja, dan kan ik mooi 90 minuten hier proberen te voetballen. Dat is wel lekker. Ja, er staat een aardig potje te wachten daarna. Ja, Ajax. Ja, die ligt wat dat betreft wel lekker altijd. Dus ik ben benieuwd.